naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Heilige van de Week. De heilige van deze week gaat over Maria de Koptische, of ook wel Maria de Egyptische. Maria is geboren in het jaar 345 na Christus. Ze groeide op in Alexandrië en haar ouders voedden haar christelijk op. Maria stond bekend als een hele mooie meisje. Toen Maria 12 jaar oud was, begon de duivel haar te beproeven. Ze begon verkeerde dingen te doen. En 17 jaar lang bleef Maria in zonde leven. Op een dag ontmoette Maria mensen die naar Jeruzalem gingen. Maria wilde met hen meegaan, maar ze had geen geld om voor de reis te betalen. En in ruil daarvoor verkocht ze haar lichaam aan mannen om op deze manier aan geld te komen. Op deze manier werkte Maria ook en verdiende ze haar geld. Nou, toen Maria in Jeruzalem was aangekomen, zag ze een drukte bij de kerk van de verrijzenis. Maria wilde ook deze kerk ingaan. Maar toen zij stappen nam om de kerk te kunnen betreden, werd ze door een kracht tegengehouden. Het is alsof iemand haar tegenhield om niet de kerk binnen te kunnen gaan. En die kracht werd steeds sterker en sterker en sterker. Maria besefte meteen dat haar onreinheid haar tegenhield om de kerk te kunnen betreden. Ze werd heel verdrietig en had gelijk berouw. Ze riep de voorspraak van de heilige maagd Maria en ze vroeg haar of ze de kerk in mocht komen. En als ze de kerk binnen zou mogen komen, had ze beloofd dat ze zou stoppen met haar zondige leven. Nou, Maria kwam de kerk in. En met heel veel verdriet en berouw ging ze vragen om vergeving van haar zondes. En ze voelde ook dat God haar zondes vergeven had. Ze bedankte de heilige maagd Maria. En ze vroeg haar of ze haar leven wilde leiden en of de heilige maagd Maria haar wilde helpen om niet meer terug te keren naar haar zondige leven. En Maria bad toen voor het icoon van de heilige maagd Maria. En terwijl ze aan het bidden was, hoorde ze opeens een stem dat uit het icoon kwam. En die stem zei, ga naar de rivier de Jordaan, want daar zal je je verlossing en je rust vinden. Nou, Maria deed dat. Ze vertrok. En onderweg kwam ze een man tegen die haar 3 kleine munten gaf. Ze bedankte God voor het sturen van het geld. En met dat geld kocht ze brood. Nou, onderweg naar de rivier de Jordaan kwam ze een kerk tegen. Ze ging de kerk in en ging daar biechten over haar verleden en had ook daar de heilige communie genomen. En vanaf dat moment begon haar nieuwe, heilige, pure leven. Nou, Maria ging vervolgens naar de woestijn waar ze als kluizenaar ging leven. 47 jaar lang heeft ze daar in het woestijn geleefd. En ze had het niet makkelijk, want de duivel heeft haar vaak geprobeerd te verleiden met haar verleden. Maar door de kracht van God wist Maria de verleidingen te weerstaan. Ze leefde van kruiden in de woestijn en haar kleren waren helemaal versleten. En door de droogte en warmte van de woestijn had ze ook moeilijke momenten. Maar God hield haar sterk. Nou, in het 45e jaar van haar leven in de woestijn stuurde God vader Zosima op haar pad. Vroeger was het de gewoonte dat tijdens de 40 dagen heilige vastenperiode de monniken uit het klooster gingen en als kluizenaar gingen leven in de woestijnen of bergen. En na die 40 dagen vastperiode keerde deze monniken weer terug naar het klooster. En vader Zosima was er één van. Hij ging naar de woestijn. En hij zag opeens een schaduw. Hij ging toen bidden tot God om te vragen of hij mocht zien wat die schaduw is en of het een menselijk wezen is. Hij ging toen achter die schaduw aan en die schaduw ging van hem wegvluchten. Het was Sint Maria de Koptische. Zij verstopte zich achter een heuvel en riep vader Zosima bij zijn naam. Ze zei, als je met mij wilt praten, gooi dan een kleed naar me, want ik ben naakt. En vader Zosima raakte heel erg onder de indruk. Hij dacht, hoe weet deze vrouw mijn naam? Dit moet wel een heilige zijn. Maria de Koptische ging samen met vader Zosima over haar verleden praten. Ze vroeg of hij voor haar wilde bidden, omdat ze een zondig mens is. En ook had ze met hem een afspraak gemaakt van als hij volgend jaar weer uit het klooster gaat tijdens de 40 dagen vastperiode, of hij haar de heilige communie wilde geven. En dat vond vader Zosima goed en dat hadden ze afgesproken. Ook had ze tegen vader Zosima gezegd, als je teruggaat naar het klooster, vertel nog niks over mijn leven, pas wanneer ik naar de hemel vertrek. Nou, zoals afgesproken ging vader Zosima weer het jaar daarop naar het klooster om Maria de Koptische te ontmoeten en haar de heilige communie te geven. Hij gaf haar de heilige communie en ze hadden weer de afspraak gemaakt dat het jaar daarop hij haar weer de heilige communie zou geven. Nou, het jaar daarop vond vader Zosima het lichaam van Maria de Koptische levenloos.
en naast haar stond de leeuw die haar lichaam bewaakte. Vader Zosima wist nog niet hoe deze vrouw heette. Maar naast het hoofd van Sint Maria de Koptische stond geschreven: begraaf Maria, de arme vrouw, in het stof waarvan zij gemaakt is. En zo kwam vader Zosima erachter wat haar naam is. Vader Zosima begon zich ook zorgen te maken, want hij was een oude man. Hij dacht, hoe ga ik deze vrouw begraven? Maar hij zag opeens de leeuw die haar lichaam waakte, ging een gat graven en zo kon hij makkelijk haar lichaam begraven. Maria de Koptische is 76 jaar oud geworden en door deze monnik, vader Zosima, kennen wij haar hele mooie verhaal. Wij herdenken haar verhaal, haar gebeurtenis, op de zesde dag van de Koptische maand Baramuda, wat overeenkomt met 14 april. Mogen haar heilige gebeden met ons zijn. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen.